Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vitale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namo. Namaste Sarasvata Deve Gaurabhani Pacharini Nirvishesa Sanyavade Paskachaya Tusatayana Srila Prabhupada. Zo, ik ben zeer blij met jullie te zijn en ik zal vandaag een eerste sessie presenteren van een seminar over het chanten van de heilige namen en de zuivering van het hart. Zo. Velen onder ons chanten de heilige namen voor vele jaren. Sommigen misschien nog niet zo lang. Maar de kwaliteit van het chanten is zeer belangrijk. Als we werkelijk spirituele vooruitgang willen maken, dan moeten we in de juiste gemoedsgesteldheid chanten. En het chanten van de heilige namen is een kunst. En vandaag in de eerste sessie zal ik de basisprincipes of proberen uit te leggen om te chanten op een manier die bevorderlijk is, zeer bevorderlijk is voor onze spirituele vooruitgang. In de tweede sessie, dat zal eind februari zijn, dan zal ik spreken over de details, hoe onze anarthas, onze ongewenste dingen in ons hart, hoe die eruit zien en hoe daarvan er vanaf te gaan. Dat door het chanten van de heilige naam. En in de derde sessie zal ik de symptomen uitleggen van iemand die gevorderd is in het chanten van de heilige naam. Dat zal in maart zijn. Dat. Zo, ik zal beginnen met het lezen van een vers van Bhagavad Gita. Dat was in Amerika. Zo in Amerika, Srila Prabhupada, op een bepaald moment, dat kreeg hij een brief van een professor. Dat een professor in
zogenaamd Indologie. En dan zegt hij, de leden van de Hare Krishna-beweging, die chanten die heilige namen van de namen van Krishna. Dus, maar dat chanten van Hare Krishna, dat is niet in de Bhagavad Gita. En Srila Prabhupada schreef hem terug en hij schreef mijn beste professor, je moet een vers gemist hebben uit de Bhagavad Gita. En dat is vers 9, 14. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Vers 9, 13. Het is vers 9, 14. Satatam kirtyanta mam yatanta shadrita vata namayanda samam bhaktya nitya yukta upashate. Immer mijn roem verheerlijkt, vastberaden voorstrevend en zich voor me verootmoedigt, aanbieden deze grote zielen me onophoudelijk en toegewijd. De Engelse vertaling is een beetje anders. Ik ga die vertaling nemen, want die vertaling hier is volgens mij een beetje verschillend. Ik zal het vertalen vanuit het Engels, hier 9, 14. Dat 9, 14 van mensen. Ja. 9, 13, 14. Zo, die Mahatmas chanten altijd mijn glories, mijn verheerlijke mij, met grote determinatie, knielen ze neer voor mij, of buigen ze neer voor mij, deze zielen eeuwig, ja, aanbieden mij eeuwig met devotie, met liefde, met devotie. In de commentaar die papa schrijft, de symptoms van een mahatma zijn hier beschreven. Zij zijn altijd geëngageerd in het chanten, van de heilige namen van Krishna. En zij hebben geen andere business, geen andere bezigheid. Zo satatam betekent altijd. En kirtayanto, kirtan, altijd kirtan. Maar Srila Prabhupada legt uit, kirtan betekent het verheerlijken van de Heer. Zo, we chanten de heilige namen, dat is kirtan. Maar we doen puja, dat is kirtan. We lezen Srila Prabhupada's boeken, dat is kirtan. We prediken, dat is kirtan. Maar essentieel is het chanten van de heilige namen. Waarom is dat zo zeer essentieel, het chanten van de heilige namen? Dan moeten we begrijpen aan het einde van de Bhagavad Gita, wat is de conclusie van Krishna? Hij zegt manmana, denk aan mij. Manmana, en dan bhava mag bhakto. Kom in de moed van mijn toegewijde. En als je een toegewijde wordt, wat doet je?
Matsayi. Dan ga je Krishna aanbidden. En Mam Namaskaro. Dan ga je Krishna je eerbetuigingen brengen. Maar dan zegt Krishna, die activiteiten moet je doen. En dat betekent dat je dat strikt volgt. En dan geef je Sardamam, Pritjamam, Kamsamadam, Tvamsarapabhyam, Ksishyam, Maatsyam. Krishna zegt, ja, geef die over aan mij. Doe die activiteiten, geef die over aan mij. En als u zich aan mij hebt overgegeven, dan zorg ik voor u. Ik zal al uw zondige reacties wegnemen. Maar dan is de vraag, wie gaat er zich zomaar overgeven in Kali Yuga? Niemand. Wie wil dat, zich volledig overgeven? Iedereen denkt in Kali Yuga dat ik heb mijn plannen. En ik zal het wel maken. Ze hebben Krishna niet nodig. Dat niemand. Nog geloven ze in hem. Dat is tijdperk. Je vraagt aan iemand, wie bent u? Wat gaan ze antwoorden? Het is allemaal vals ego. Ik ben man, ik ben vrouw, ik ben hier, daar. En als je hem vraagt, ik ben niet uw hand, ik ben niet uw hoofd, dat is allemaal van u, maar wat bent u? Kunnen ze niet op antwoorden. Sommigen zeggen de hersens. Dat betekent, als we de hersens zijn, dan zijn we juist een machine, een robot. Juist. Want het is allemaal materie. Zo'n mensen vandaag geloven niet in God. Compleet. Of ze geloven misschien in God, omdat ze iets van hem terug willen. Maar zeer moeilijk in die tijdperk. Daarom heeft Krishna beslist om in dit tijdperk, dat Kali Yuga wordt genoemd, terug te komen. Om ons te tonen hoe dat we ons moeten overgeven aan Krishna. En daarom heeft Chaitanya meer dan 500 jaar geleden verschenen. En als Bhaktarupa, in de vorm van een toegewijde, om ons te tonen hoe dat we in dit tijdperk ons kunnen overgeven aan Krishna. En Heer Chaitanya is zeer genadig. Krishna ligt eerst overgeven in Bhagavad Gita. U geeft zich over en dan zal ik voor u zorgen. Maar Heer Chaitanya zegt, niet nodig, het zat gewoon die heilige namen. Dus er is geen conditie. Althans, dat is de externe reden voor de verschijning van Heer Chaitanya. Hoe kunnen we die heilige namen chanten? Dat was de reden van de verschijning van Heer Chaitanya. Om ons te leren hoe dat we die heilige namen moeten chanten. En Heer Chaitanya heeft 8 instructies achtergelaten. Die worden Shikshastikam genoemd. En die Shikshastikam, die 8 instructies, dat is werkelijk het enige wat Heer Chaitanya zelf geschreven heeft. Interessant. Veel van zijn woorden die hij gezegd heeft, zijn neergeschreven. Maar dat heeft hij zelf geschreven. En in het 3e vers van die Shikshastikam
dat geeft hij de moed in de moedige moedsgesteldheid waarin we deze heilige namen moeten chanten. En wie kent het derde vers? Iedereen? Ja, en in Sanskrit? Trinata pesen shanata ora pesaisnana amananamana antena kirtanya sadhari datta. So, Herr Chaitanya geeft hier aan de gemoedsgesteldheid die we moeten ontwikkelen, die we moeten de inner gevoelens van nederigheid en tolerantie die nodig zijn om die heilige naam te chanten. So, dat geeft duidelijk aan dat, want in het vorige vers heeft Chaitanya gezegd, ja, de Heer heeft al zijn krachten, zijn potenties in die heilige namen gestoken. Maar spijtig genoeg heb ik geen aantrekking voor die heilige namen. Zo iemand die op het zuivere spirituele platform is en hij chant de heilige namen, onmiddellijk voelt hij extase en liefde voor Krishna. Omdat zijn hart zuiver is. Maar als ons hart niet zuiver is, dan kunnen we, dan is het effect van de heilige namen minimaal. Minimaal. En waarom is dat? De heilige naam van Krishna is Krishna. En als Krishna niet geplezierd is met u, dan krijgt je niet, dan gaat hij niet reciprokeren, volledig reciprokeren. Er is altijd een effect op de chant van de heilige namen. Altijd. Maar het is minimaal. Wat is nodig? De eerste stap die nodig is, Trinata Pishanichana, men moet nederig zijn. Krishna legt uit in Bhagavad Gita. Prakatikriyamani gunakarma sarsa ahankara vimudatma kartam iti manyate. Krishna zegt, degene die denkt dat hij alles doet in deze wereld, dat alles van hem afhankelijk is, hij is een vimuda. Een superezel. Ik weet niet of dat een goede vertaling is. Superezel. Want alles wordt gedaan door de materiële natuur. En ik controleer de materiële natuur. Zo Krishna is in ons hart. En hij legt uit in de 18e hoofdstuk van de Bhagavad Gita. Er zijn 5 factoren van alle actie. 5 factoren. Er is adhisthanam. Adhisthanam is het lichaam. Lichaam. En dan hebben we de karta, de doer. Dat zijn wij. Maar wat doet de ziel? De ziel? Als ik mijn... Ik wil mijn hand bewegen en mijn hand beweegt. Wat doet de ziel? Verlangen. Dat is alles. De rest is gedaan door de superziel in het hart. Hij beweegt uw hart, uw hand. Want hij controleert als de superziel de karman, de senses, de zintuigen. En alle verlangens die sterk naar boven komen in de geest en we hebben plannen en we willen die plannen uitvoeren. En dat verlangen is in de geest. Krishna zegt, ik ben ook die betrachting in de geest. Ik ben dat ook. Op het subtiele lichaam.
Zo zijn 5 factoren. En wij zijn maar 1 van die 5. 1/5 hebben we van de controle. En 4/5 hangt niet van ons af. Als je dat beseft, ook in ons leven, als je iets doet, maar wat je ook doet in je leven, we hebben verwachtingen. Iedereen heeft verwachtingen in zijn leven. Komen al uw verwachtingen altijd uit? Als je eerlijk bent, meestal niet. Meestal komen die verwachtingen niet uit. Zo, zijn we in controle? Nee, dat is kennis. Krishna zegt in het 13e hoofdstuk van de Bhagavad Gita, vers 8 tot 12. Alle symptomen van iemand die in kennis is. En wat is het eerste? Amanvitva. Dat is? Nederigheid. Zo. We moeten nederig zijn als we denken dat wij al onze problemen gaan oplossen. En we hebben Krishna niet nodig en je chant de heilige namen. Heel. Het is chanten met overtredingen. Zo'n chanten. Zo'n nederigheid is heel belangrijk. En je wordt alleen nederig als je weet wie Krishna is. Hoe meer dat je weet van Krishna, hoe meer dat je beseft dat ik onbeduidend ben. Onbeduidend. Dat we zijn hier maar voor enkele ogenblikken in dit lichaam. Tussen geboorte en dood en dan de volgende geboorte. Onbeduidend. Al die grote politiekers en namen zijn straks allemaal weg. Binnen 1000 jaar, wie zegt, hoe was Biden of hoe was Poetin of wat ook. Dat niemand weet niet meer wie ze zijn. Allemaal weg. Dat de tijd vernietigt alles. Onbeduidend. Zo. Dat is zeer belangrijk. Nederigheid. Tarorapi Sunichana. Ja. Trinatapi Sunichana. Tarorapi Saisnana. En tolerant. Dat is de eerste instructie van Krishna in Bhagavad Gita. Nadat hij uitlegt dat we dit lichaam niet zijn. Matras Pashtakantya, Sitrishna, Sikadukada, Ramapina Nityas, Tamsitiksas, Vabharata. We moeten tolerant zijn. Soms is het heel koud, zoals vandaag. Maar toch moeten we naar de tempel komen. Soms is het heel heet. En ja, toch moeten we koken. Zo tolerant. En dat soms horen we van iemand soms iets dat we niet willen horen. Dat we niet willen horen. Maar toch moeten we tolereren. Zo, dat is heel belangrijk. En dan, Krishna zegt, men moet alle eer aan anderen geven en geen eer voor onszelf vragen. Dat is een belangrijk punt. Dat is meer op het subtiele vlak. We verwachten geëerd te worden. We verwachten gerespecteerd te worden. Maar dan gebeurt dat niet. We moeten leren alle eer aan anderen te geven en niks voor onszelf.
dat is, betekent, we moeten leren wat liefde is. Liefde is geven zonder er iets voor terug te vragen. Alleen geven om de geliefde te plezieren en onszelf te vergeten. Dat is werkelijke liefde. Zo, dat is het eerste punt. Die gemoedsgesteldheid moet daar zijn. Dat. En de heer Chaitanya zegt, als we die gemoedsgesteldheid hebben, dan kunnen we die heilige namen chanten zonder... Ja, we kunnen die heilige namen chanten zonder stoppen. Altijd. Dat, dan gaan we een taste, hoe zeg je dat, een smaak krijgen voor het chanten. Dan gaat het, dan begint het een effect te hebben op ons hart. Als we nederig zijn en Krishna smeken dat voor zijn genade. Zo, dat is het derde vers. Maar dat is het begin. Het begin van het chanten. In die gemoedsgesteldheid komen. Maar als we dan werkelijk het effect willen hebben, dat het chanten zuiver wordt, dat moeten we het vierde vers volgen van Heer Chaitanya. Wie kent het vierde vers? Nadanam, Nadjanam, Nasundarim, Kavatavajaisa Kamayi, Chanma, Chanmasvi, Chamamishvare, Bhavata Bhakti, Ahaitaki, Tvayi. Dat. Zo. Heer Chaitanya zegt, ik wil geen rijkdom. Ik wil geen mooie vrouwen. Ik wil geen volgelingen. Ik wil alleen uw zuivere liefde. Dat ik wil alleen uw zuivere, liefdesvolle dienst. Geboorte na geboorte. En dat is hier een belangrijk punt. Dat is nodig om tot het zuivere chanten te komen. Dat een chanten zonder overtredingen. In de volgende les zullen we spreken over de overtredingen. Maar die overtredingen, wat zijn die? Dat we hebben allemaal zoveel verlangens in ons hart. Verlangens. En we hebben ook meestal zoveel motieven. Waarom chanten we? Dat kan iemand mij zeggen, waarom chant je? Waarom chanten we de Hare Krishna mantra? Waarom doe je het? Om dank u te zeggen. Om dank u te zeggen? Oké, goed. Mijn rechtstreekse lijn met Krishna. Wat blieft? Mijn rechtstreekse lijn met Krishna. Rechtstreekse lijn met Krishna. En ook om harde raden te leren de landen hier te om, ja, om onze... Ja, voor, dat is voor het zuivering van het hart,
om alle materiële verlangens uit ons hart te halen, het zuiveren van het hart. Dat is een andere reden. Dat andere reden waarom dat we uitgesteld zijn. Ja? Om Radha Krishna? Ja, als een dienst aan Radha Krishna. Dat, ja. Enige andere? Dat. Zo, Heer Chaitanya zegt, ik wil alleen uw zuivere toegewijde dienst. Hij zegt, ik wil het geboorte na geboorte. Zo, hij wil geen bevrijding. Hij chant geen heilige namen om terug te gaan naar de spirituele wereld. We zeggen back to God. Hij vraagt dat niet. Nee. Hij is bereid om Krishna te dienen. Geboorte. Na geboorte. En hij wil geen rijkdom. Hij wil geen volgelingen. Geen eer. Dat. Want. Dat, in andere woorden, het enige juiste motief is om Krishna te dienen met liefde. Dat is het hoogste motief. Dat, het is geen probleem als je een ander motief hebt. Dat, maar dan zal het zuivering van het hart niet zo spoedig beginnen. Dat, en waarom is dat? We gaan nu naar iemand die een specialist was in het chanten. Hij werd door Heer Chaitanya benoemd als de naam Acharya. Hoe was de naam Acharya? Haridas Thakur, ja, ja, ja. En Haridas Thakur, Heer Chaitanya, op een dag vroeg aan Haridas Thakur, dat vertel mij over het chanten van de heilige namen. Hoe moeten we de heilige namen chanten? Dat, en hij zegt, Haridas Thakur legt uit dat het chanten van de heilige namen, dat om dat doeltreffend te doen, zodat het hart wordt gezuiverd, moeten we eerst gesitueerd zijn in Sambandha Gyan. Sambandha Gyan. Sam, volledig, band, in Nederlands een band, een link. Sambandha en Gyan, kennis. We moeten gesitueerd zijn in kennis van onze relatie met Krishna. Ja, kennis van onze relatie met Krishna. Zo, als je een relatie hebt met iemand, dan kun je een relatie hebben met een persoon die je niet kent. Moeilijk, hè? Dat is een moeilijk probleem. Eerst moet je die persoon kennen. En je moet ook weten wie wij zijn. Dat, en je moet kennis hebben van de relatie die we kunnen hebben. Drie soorten kennis.
Daarom, sambandha gaan, Haridas Thakur zegt, betekent dat we moeten begrijpen eerst wie Krishna is. En alleen als we weten wie Krishna is, dan weten we dat wij Krishna niet zijn. Dat is een goed begin. Dus iedereen denkt in hemzelf in deze wereld de grote heerser. Dat iedereen heerst. Misschien alleen thuis. Meestal is de vrouw daar in controle. Iedereen heerst. Dat wil heersen in deze wereld. Srila Prabhupada was in Japan. In Japan, ja. En hij was daar. Hij had een afspraak met vertegenwoordigers van de Nippon druk. Het was een drukkerij, een grote drukkerij. Een internationale drukkerij. Groot bedrijf met vele managers. En hij besprak daar het drukken van het Krishna-boek. En dan sprak hij met een van de managers. En hij vroeg aan de manager, wat is uw doel in het leven? En de man nam uit zijn zak een hoop, een stapeltje visitekaarten van al zijn, alle medemanagers en concurrenten. En zijn kaartje was beneden. En hij toonde Prabhupada en nam zijn kaartje beneden en hij zet het bovenop de andere. Dat was zijn doel. Met zo'n mentaliteit helpt het chanten van de Heilige Naam niet veel. Eerst sambandha gaan betekent wie Krishna is. Krishna, maar wat Gita zegt, Amsavasya, Pavavo, Matasarvan, Bhavartas. Ik ben de oorsprong van alle materiële en spirituele werelden. En Krishna is zeer speciaal. Ishvara Sarvabhutanam Rita Sayunatisati Brahmam Sarvabhutanam Yantriyodhani Mai. Ik zit in het hart van ieder levend wezen. En ik controleer alles. Ik controleer hun lichaam. Want die levende wezens, die zielen zitten gevangen in een machine dat gemaakt wordt van materiële energie. En Sarvasya Samritisan Sanivissa Matasmitiganam Opamsa. Ik zit in het hart van ieder levend wezen en van mij komt herinnering, vergetelheid en kennis. Alles wat je weet is Krishna die het u geeft. Wat je vergeet ook, alle kennis die je verwerkt, is niet uw kennis, is Krishna geeft u die kennis. Er is alleen Krishna in deze wereld. Er is niks anders. Maar de mensen, die zien alleen materie en geen Krishna. Want Krishna zegt, nee. Ik ben de oorzaak van alles. De oorzaak zit in het effect. Alles is Krishna's energie. We zijn allemaal in Krishna. Zo, Krishna is een transcendentale persoon. En hij is in ieders hart op hetzelfde moment. Daarom wordt hij Vasudev genoemd. Geen gewoon persoon. Zo, we moeten eerst leren kennen wie Krishna is.
Hij is in ons hart. En Krishna spreekt tot ons in het hart, maar omdat ons bewustzijn die van de ziel komt, gepolueerd is met dat idee dat ik ben de grote plannenmaker. En dat is een probleem. Als je weet wie Krishna is en dat alles afhankelijk is van Krishna, dan word je nederig. En dan wie zijn wij? Krishna legt uit in Bhagavad Gita. Maar mij van zoveel Shiva, Bhuta, Sanatana. We zijn een klein sprankje. Spirituele ziel. Een klein deeltje van Krishna. Een afzonderlijk deeltje, Krishna zegt. Een eeuwig en afzonderlijk deeltje afgescheiden. Maar Heer Chaitanya legt meer gedetailleerd uit. Wie zijn we? Siveras Rupa Roy Hoi Nitya Krishna Das Gopi Bhakto Kamaloyar Das Anudas Anudas. Dat is wie we zijn voor Heer Chaitanya. Sivera Svarupa Hoi. Sivera betekent de ziel. De svaroop, de vorm van, wat is de vorm van de ziel? Wat is de ziel met andere woorden? Is Krishna Nitya Das. We are the eternal servant, we zijn de eeuwige dienaar van Krishna. En wie is Krishna? Gopi Bhakto. Ja, hij is degene die de gopis, de koeherinnertjes, lief hebben in Vrindavan. En wij zijn de dienaar van de dienaar van de dienaar van Krishna. Zelfs geen rechtstreeks dienaar. Dat is onze gemoedsgesteldheid. We zijn de dienaar van onze geestelijke leraar. En die is de dienaar van zijn geestelijke leraar. En zo gaat het verder naar Krishna. Zo, we moeten de heilige namen chanten. In nederigheid. Ik ben een dienaar van mijn geestelijke leraar. Anders kunnen we de heilige namen niet chanten met liefde. Daarom beginnen we nooit de heilige namen zo te chanten. Eerst beginnen we altijd met de genade van de geestelijke leraar te vragen. Dat is niet alleen een kwestie van etiket, dat is een kwestie van gesitueerd zijn in uw relatie met Krishna. Daarom, voordat we de heilige namen chanten we Namam Vishnu Padai Krishna Vistaya Bhutali Shimate Bhakti Vedanta Swami Tinamo Namaste Sarasvata Devi Gaurvani Pacharini Nirvishesha Sunyavadi Paskachari Desatani. En we vragen de genade van de geestelijke leraar. En dan vragen we de genade van Heer Chaitanya. Want hij is zeer genadig. Omdat hij de Krishna is in deze tijd in de moed van Srimad Radharani. En we hebben zijn genade nodig. Want we zijn zo verstoord in dit tijdperk. Iedereen is zo verstoord. In de Bhagavatam wordt gezegd, Prajnobayusa sabya kala vasmin jivesana manasana madhyana nabhagyopadrita Ubra upadruta. Iedereen is constant verstoord. Manda. We zijn allemaal lui.
vooral lui in spirituele zaken. In materiële zaken zijn, kunnen we heel, heel sterk zijn, maar spirituele zaken, geen interesse. Dat hetzelfde Hare Krishna in ons leven, maar het heeft geen voorrang. Ik heb andere daar dingen te doen. Naar Danam, naar Janam, naar Sundarim. Dat moet zorgen voor de vrouw, voor de kinderen, voor mijn rijkdom. Dat, en dan word ik, gaat met mijn eren in deze maatschappij. En dat is waar, in Kali Yuga, op het einde van Kali Yuga zullen ze zeggen, iemand die een huisvader is en zijn gezin kan onderhouden, is een held. Het wordt zo ellendig op het einde van Kali Yuga. Maar we zien dat nu al. Degenen die gehuwd zijn en blijven gehuwd zijn, zijn helden. Maar het gebeurt niet veel. Iedereen is zo verstoord. Maar als we gesitueerd zijn in die sambandha-jaan, als we nou weten wie Krishna is, wie ik ben, en onze relatie is een van dienaars. Het chanten van de heilige namen doen we om Krishna te dienen. Uit liefde. Zonder iets ervoor terug te vragen. En dan, Krishna zegt, Ananya Sintiyat, om je iets na te passen, het is hem niet, je hebt nam yoga, same van jou. Dan Krishna zegt, als je zo'n een zuivere toegewijde dienst voor mij verricht, dan zorg ik dat je spirituele vooruitgang maakt. En ik zal je spirituele vooruitgang beschermen. En ik zal je meer en meer service geven. Opportuniteiten om te engageren in toegewijde dienst. Soms toegewijden zeggen, ik heb te veel service. Maar dat is een zegening. Je hebt geen tijd voor Maya, voor andere dingen. Alleen voor Krishna. Dat is wat Haridas Thakur zegt. Je moet gesitueerd zijn in uw relatie met Krishna. Maar om die relatie met Krishna te begrijpen, moet je horen over Krishna. En dat horen betekent horen van Bhagavad Gita, horen van Srimad Bhagavatam dagelijks. Op zijn minst 2 uur horen, lezen, dat je begint te begrijpen wie Krishna is en wat onze relatie is. En dat wordt volledig uitgelegd in Srimad Bhagavatam. Dan moeten we dagelijks deze Srimad Bhagavatam horen. Want als we niet gesitueerd zijn in die relatie met Krishna, als onze relatie niet zuiver is, dan gaat Krishna ons hart niet beginnen zuiveren werkelijk. We moeten een stap zetten. Een stap vooruit. En waarom kunnen we niet gesitueerd zijn in onze relatie met Krishna? Omdat we gehecht zijn aan andere dingen dan Krishna. Die worden anarthas genoemd. Anartha. Artha betekent rijkdom. Anartha betekent dat wat geen rijkdom is.
wat een obstakel is in het ontwikkelen van onze relatie met Krishna. Also koningin Kunti legt dat uit. Janmashvra, Shudashvir, Edaman, Budam, Punam, Naivra, Tatidatava, Tvam, Akinshana, Gocharam. Zegt, als je gehecht bent aan Janma, een goede geboorte. Zo, ik ben geboren in Antwerpen. Antwerpen boven. De rest is Spartin. Dan heb je een probleem. Janma, Aishvarya. Aishvarya, rijkdom. Dat is, als je denkt, dit is van mij. Dan zegt Krishna, oh, het is van u? Oké. Okay. Maar alles is van Krishna. Krishna dan zegt, oké, probeer maar te controleren. Veel geluk met uw rijkdom. Laat zien of het u gelukkig zal maken. Als je denkt, dit is van mij, dan kun je uw relatie met Krishna niet ontwikkelen. Want je steelt van Krishna. Er kwam een man naar Srila Prabhupada en de man zei, die Krishna die je verheerlijkt, die Krishna danst met vrouwen van anderen. Dat is niet goed, de man zei. Maar dan Srila Prabhupada antwoordde hij zegt, nee, het bent u die een overtreding maakt. U denkt, dit is mijn vrouw. Maar dit is niet uw vrouw. Alles behoort tot Krishna. Zo, dat is het probleem. Van het moment dat we denken, dit is mijn, dan die relatie komt niet. En dan koningin Kunti zegt, dan kun je niet bidden tot Krishna met oprechte gevoelens. Dat is niet mogelijk. Janma Aishvarya. En Shruti Shribir. Shruti, geleerdheid. Ik heb al enkele keer gezegd dat ik mijn PhD, mijn doctoraat deed aan de Universiteit van Wales, heb ik zoveel zogenaamde geleerden ontmoet die Bhagavad Gita kenden en ik kon de quoteren van Bhagavad Gita en zo en zo verder. Maar geen van hen kon begrijpen dat ze niet het lichaam zijn. Ze dachten, ik ben grote geleerde. Want dat is niet de manier om Bhagavad Gita te begrijpen. Bhagavad Gita kun je begrijpen als je gesitueerd bent in je relatie met Krishna. Dan Krishna vanuit het hart, hij geeft u de realisaties. Want zij konden zelfs niet begrijpen dat ze dit lichaam niet zijn. Janmashvaya, Shudashvibir, Shibir schoonheid. Ja, de schoonheid. De jeugd zijn we allemaal mooi, maar het blijft niet lang. En denk je, ja, oh, ik ben zo mooi en aantrekkelijk. Ik ben beter dan de anderen die lelijk zijn. Dat is ook een probleem. Dat zijn anarthas. Het zijn enkele voorbeelden van anarthas. Dat anartha betekent wat geen waarde heeft. Wat heeft er waarde voor de ziel? Wat bezitten we echt als een ziel? Kan iemand mij dat zeggen? Wat bezit de ziel?
Dat is activiteit van de ziel. Het is bewustzijn. Bewustzijn komt van de ziel. Dat zolang het lichaam, de ziel in het lichaam is, zijt je bewust. Maar als de ziel uit het lichaam is, dood. Geen leven meer. Het leven is de ziel en leven betekent bewustzijn. En wat is onze rijkdom? Is de zuiverheid van ons bewustzijn. En die zuiverheid is bereikt wanneer we gesitueerd zijn in zuivere liefde voor Krishna. In zuivere liefde voor Krishna. Dat. Het eerste wat we moeten doen om dat op te geven, is dat we ons zondig leven moeten opgeven. Zo, dan is de vraag, wat is zonde? Wat betekent het? Srila Prabhupada zegt, heel eenvoudig, dat zondig leven betekent alles wat je doet zonder Krishna. Dat is zondig. Zonder jezelf in deze relatie te zien als dienaar. Maar natuurlijk, die zondige activiteiten hebben verschillende afdelingen. Goedgunstig en niet goedgunstig. Pious, impious in het Engels. De niet goedgunstige activiteiten zonder Krishna, die leiden tot lijden in de toekomst. En de activiteiten die we doen zonder Krishna, maar die zogenaamd goed zijn, zoals liefdadigheid, mensen helpen, activiteiten die onbaatzuchtig zijn, dat geeft u in volgend materieel leven genot, sensueel genot voor het lichaam. Maar beide zijn obstakels. En het spirituele leven begint met het opgeven van het zondig leven. Vooral de impious of de niet goedgunstige. Want als we dat niet doen, dan produceren we nieuwe materiële verlangens. Nieuwe materiële verlangens. Het is zonder einde. Krishna zegt in Bhagavad Gita tegen Arjuna, Kamesha Krodesha Ratsakuna Samudpamasana Mahapatna Vityam Iyabharnam. Lust, Arjuna, is de grootste vijand. Vijand nummer 1. En waarom is het de vijand? Avitam jnanam etam jnana nitya varna kamrupena kantya duspranam alenasya. Die lust die overbedekt ons zuivere bewustzijn. Bedekken betekent het creëert meer obstakels in onze relatie met Krishna. Onze relatie, het maakt ons Krishna compleet vergeten. We vergeten Krishna en we vergeten dat we Krishna's diener zijn. En we denken dat we dit lichaam zijn. En we denken zoals iedereen hier buiten, ga maar buiten en vraag de mensen, wat is het doel van uw leven? Ze zullen allemaal zeggen, geniet, je leeft maar één keer, dan word je zoals hen. En dat is vals
ego. Vals ego betekent, ik ben iets anders dan Krishna's dienaar. Dat is het eerste ding dat we moeten doen. Het opgeven van deze zondige activiteiten. En het tweede ding dat we moeten doen, is we moeten standvastig worden in onze praktijk van het chanten van de heilige namen en tegelijkertijd horen van Krishna. Die twee dingen gaan tezamen. Het is niet alleen chanten, je moet ook horen van Krishna. Prabhupada's boeken horen, lezingen horen en discussies met toegewijden. Want dat helpt u om u te situeren, om u correct te situeren in uw relatie met Krishna. Dat betekent dat we iedere dag die heilige namen moeten chanten. En als we die chanten in deze gemoedgesteldheid, als een dienaar van Krishna, alleen, ja, chanten met liefde. Wat betekent het chanten? Iemand vroeg, Bhakti Charumaj, mijn geestelijke leraar, wat betekent het chanten van Hare Krishna? Het chanten van Hare Krishna betekent aan Krishna zeggen, ik hou van u. Is dat moeilijk te begrijpen? Dat is onze gemoedgesteldheid. We geven op dat zondig leven door ons altijd te engageren in toegewijde dienst. We moeten standvastig worden in deze toegewijde dienst. Toegewijde dienst betekent, ik chant de heilige naam van Krishna. Het betekent, ik offer al mijn voedsel aan Krishna. Ik bereid het uit liefde voor hem en ik offer het aan hem. En ik zal niks anders nemen in mijn leven. Alleen dat. En ik doe mijn werk voor het plezier van Krishna. En mijn salaris gebruik ik om Krishna te vereren. Zo heel uw leven moet ondergedompeld worden in deze toegewijde dienst. En met deze gemoedgesteldheid, als je jezelf ziet als een dienaar van de geestelijke leraar en deze heilige namen chant, dan zal de zuivering van het hart beginnen. En Haridas de Koos zegt, dat is namabaas. Want het is een reflectie van de heilige naam. De heilige naam is Krishna, maar hij gaat zich niet openbaren door de heilige naam als je dat zonnig leven niet opgeeft. Hij gaat zich niet openbaren als je zijn heilige naam niet chant en toegewijde dienst doet. Constant. Maar als je dat doet, dan zal zeer vlug je hart beginnen gezuiverd worden. En het zuiveren van het hart betekent, ik word gehecht aan Krishna. En gehechtheid aan Krishna betekent onthechting van deze wereld. Je krijgt paramdrist vanaf Nivartate. De zuivere toegewijde chanten de heilige naam van Krishna. En ze voelen onmiddellijk extase, liefde. Prabhupada was altijd in extase. Hij was eens in Vrindavan, in India ergens. En een van zijn discipelen toonde een foto
dan aan Srila Prabhupada, die is enkele maanden voor dienaars in India genomen. En ze zei tegen Prabhupada, het lijkt dat u neerslachtig kijkt op deze foto. En Prabhupada, en bekeek die foto en zei, oh ja, ik herinner mij dat. Op dat moment voelde ik mij zeer extatisch. Zo, je kunt dat niet zien aan de buitenkant. Maar, naar gelang ons hart gezuiverd wordt, worden we gelukkiger. En worden we minder beïnvloed door het lijden van deze wereld. Want onze identificatie met dit lichaam, gradueel, wordt vernietigd. Omdat we ons identificeren met een eeuwige, als een eeuwige ziel. En het zuivere bewustzijn is een bewustzijn zonder passie en onwetendheid. Passie betekent, ja, ik ben hier om van mijn lichaam te genieten. Dat is een probleem. Dat staat in de weg van onze relatie met Krishna. De ziel is Ananda Maya Vyasat, is plezier zoekend bij natuur. Dat zijn we. We willen genieten, maar het werkelijk genieten ligt op het spirituele platform. Als je alleen tot Brahman-realisatie komt, voelt je een plezier dat niet van deze wereld is. Maar de Krishna-bewuste realisatie of liefde ontwikkelen voor Krishna is miljoenen malen groter dan dat Brahman-realisatie. Wat een plezier. Maar we moeten het lagere plezier opgeven. Dat geen intoxicaties, geen sensuele attractie, maar je kunt dat alleen opgeven als je een hogere smaak hebt. En dat is de weg van de hogere smaak. 100% engagement in toegewijde dienst, alleen om Krishna te plezieren en niet voor onszelf. Zo, dat is de introductie van het seminar, dat het is de essentie in simpele woorden, maar om deze simpele woorden diep te begrijpen, moeten we meer horen. Dat speciaal Simon Bhagavatam, een associatie met toegewijden, en chanten van de heilige namen. Toegewijde chanten, 16 ronden, of en op iedere mantra chanten ze Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. En iedere mantra die we zo chanten, kunnen we Krishna voelen in het hart en bidden tot Krishna. En als je stopt met chanten en je doet andere dienst, dan moet je nog altijd aan Krishna denken in je hart. Het stopt niet. Het is niet, ik heb mijn zonde gechant, is gedaan. Nee, altijd. Als je spreekt over Krishna, moet je Krishna voelen in het hart. Dat, en Krishna is in ons hart. En dat Srila Prabhupada legt uit in Bhagavad Gita. Krishna bewustzijn betekent de instructies volgen van Krishna in het hart. Maar we kunnen die instructies nu niet horen, omdat ons hart vol met lust is. Hoe dan weten we wat Krishna wil? Wat Krishna ons zegt vanuit het hart is hetzelfde wat hij zegt in Bhagavad Gita.
Zo Srila Prabhupada legt uit dat in Bhagavad Gita iedereen die die instructies van Krishna in Bhagavad Gita tracht te begrijpen onder de leiding van een bona fide geestelijke leraar en zijn instructies volgt, zal hetzelfde resultaat bekomen als Arjuna. Oh, dat is goed. Zodat Prabhupada legt het allemaal uit in Bhagavad Gita. En alle toegewijden hier, die al vele jaren praktijk hebben, kunnen nu uitleggen. Tot op het punt van hun realisatie, wat dat allemaal betekent. Daarom is associatie met toegewijden zo belangrijk. Zo, dank u. Is er enige vraag? Of we hebben nog 5 minuten, denk ik. Het aspect onophoudelijk is wel moeilijk. Want ik moet nog kunnen functioneren in deze maatschappij. Dat is eigenlijk. Ja. Op 24/7 die connectie te blijven opzoeken. Dus ja. Ik weet niet hoe dat moet doen. Zo, het punt is, ja, het is niet eenvoudig om 24 uur per dag in Krishna's dienst ondergedompeld te blijven met uw bewustzijn. Maar er is ook de intentie. Zo, als iemand een toegewijde gaat, krijgt de dienst, hij gaat zijn geestelijke leraar halen op de luchthaven en hij rijdt met de wagen en hij brengt hem naar de tempel. Terwijl hij met de wagen rijdt, moet hij alle verkeersregels volgen. Zo. En moet daaraan denken, maar vergeet hij dat zijn geestelijke leraar van achterin zijn wagen zit? Nee. Zo, het is intentie. Ik doe mijn werk voor Krishna. En ik heb dat ook meegemaakt toen ik werkte. Ik dacht net te doen voor Krishna, maar dan in je werk heb je altijd obstakels. Heb je dat ook soms? Soms problemen of alles gaat goed? En soms problemen komen. En vooral als er problemen komen, dan bid ik tot Krishna, please help mij, ik doe het voor u. Ik ben dat vergeten. Geef mij de herinneringen. Je neemt toevlucht tot Krishna tijdens uw werk. En op den duur zult je ook aan Krishna denken als het goed gaat. Nu heb ik geen probleem met Krishna's genade. Het is een proces dat, Dayal Nitai vertelde mij, ik weet niet of dat hij dat nog herinnert, maar hij heeft mij dat 30 jaar geleden verteld. Hij zei, de eerste, in het begin, als ik de Hare Krishna mijn mantra chante, hij zei, ik kon 16 ronden chanten, maar geen enkele maal mantra dacht ik aan Krishna. Maar dat is het proces. Srila Prabhupada legt dat uit in Nectar of Instructie, tekst 8. Dat is de vers die zegt dat men wordt aangeraden 24 uur per 24 extatische namen van Krishna te chanten. En Srila Prabhupada spreekt over dat herinneren van Krishna, Smarana Vasta Dasa. En hij zegt, ja, dat
In het begin, soms denk je aan Krishna als je het chant, soms vergeet je hem. Maar het idee is, als je vordering maakt, de tijd dat je het chant en aan Krishna denkt, wordt langer. En de tijd dat je hem vergeet, wordt korter. En op een bepaald moment, na 20, 25 jaar of langer, wordt het constant, constant. En dat is liberatie werkelijk. Dat is liberatie. En nadien gaat Krishna zich aan u manifesteren in het hart. Dat is allemaal beschreven. En hij zegt in een lezing ook. Heel mooi. Maar dat zijn hogere realisaties. Maar ja, het is, zoals dat u zegt, Krishna bewustzijn is een proces. Proces van zuivering. Als we tijdens ons werk niet altijd aan Krishna denken, betekent dat we nog niet zuiver zijn. Tasma shavesu kalishu mananushara yudhyasa. Krishna zegt tegen Arjuna, terwijl je vecht, denk aan mij. Nou, natuurlijk was het gemakkelijk voor hem. Krishna was voor hem, dat hij kon hem niet vergeten. Maar dat was zijn genade. Maar hoe dat te doorbreken, dat je die genade krijgt om vooruitgang te maken, dat leg ik volgende keer uit. Dat gaat daarover. Want het is een heel belangrijk punt dat je maakt. Ja, dank u. Goed. Nog iets anders? Oké. Dank u wel. Chantra Srimad Bhagavad Gita ki. Holy names, heilige naam van Krishna ki. Sri Gaurita ki. Sri Prabhupada ki. Sri Gaura Premanande.